meneer de burgemeester, zusters en broers. Want er is het meer dan 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Toch willen wij het oorlogsgebeuren in onze streken niet vergeten. De oorlog in onze contreien was destijds een vreselijke ervaring. Ook al zijn er in ons midden haast geen getuigen meer van beide wereldoorlogen, toch willen we deze oorlogservaring niet vergeten. Want wie vergeet, is bijna gedoemd om te herhalen. We zijn hier samengekomen om het stil te maken, te gedenken. Wees welkom, ieder van u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Amen. Mensen voeren niet alleen oorlog, maar spreken ook vaak een taal van oorlog. Het is een taal die kwetst en vernedert. Het is belangrijk om na te gaan hoe we met elkaar spreken en welke taal we gebruiken. Jezus Goede Geest kan ons woorden van waardering, vertrouwen en bemoediging geven. Zo zal de taal van de vrede in ons midden opnieuw sterker worden dan de taal van oorlog en haat. Mogen in dit samen vieren de taal van vrede in ons opgewekt worden, een taal die bemoedigt en samenhoudt. Vergeven is de hoogste vorm van liefde, is elkaar verdragen, elkaar opnieuw vertrouwen. Vergeven is een bouwsteen van vrede. Daarom vragen we de Heer om vergeving. Bekeer ons spreken, Heer. Leer ons even wachten vooraleer we iets gaan zeggen. Dan zullen we misschien wat milder worden in onze kritiek. Laat ons woorden spreken die zalvend zijn en vrede brengen waar verdeeldheid is. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Bekeer ons denken, God. De waarden van deze wereld staan haaks op Jezus' boodschap. Leer ons denken, oordelen en handelen vanuit uw liefde voor alle mensen. Laat ons in ieder mens het goede ontdekken en de anderen hoger achten dan onszelf. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Bekeer ons hart, liefdevolle Vader. Wij dromen van vrede in de wereld, maar voeren uitgebreid onze eigen kleine, maar hardnekkige oorlogjes. En dit terwijl Jezus ons leert dat een christen niet iemand is die gelijk of ongelijk heeft, maar iemand die steeds de eerste stap zet. Laat ons straks stappen van verzoening zetten naar concrete mensen. Heer, ontferm u van ons. Heer, ontferm u van ons. God, dring met uw woord door in ons leven, verbind ons met andere mensen en ontketen in ons de kracht van de liefde en de vrede die de wereld verandert. We vragen u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Laten wij bidden. God, van waar komt toch dat onbedwingbaar verlangen naar vrede in ons? Is het uw scheppingskracht die ons beroert? Is het de gestalte van Jezus die ons niet loslaat? Is het zijn geest die in ons bezig is? Wij bidden u, laat de droom nooit in ons verloren gaan, die in ons spreekt van een goede schepping, van mensen in verbondenheid. Wek in ons de taal van de vrede die ons bemoedigt en samenbrengt. Dat vragen we u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Ik lees uit het dagboek geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog van Amadeus Lobbens, dat zijn geliefde hulp kreeg na zijn dood op het slagveld. Samen met de zomerregens vallen er de laatste tijd ook al maar meer bommen uit de lucht. Mijn hart gaat sneller als ik de motor van een vliegtuig hoor naderen. Tegen die vliegende kisten heb je immers geen of weinig verweer. Je kunt alleen maar hopen dat de bommen die ze droppen zo ver mogelijk vallen van de plek waar je zit. Ik huiver bij de gedachte levend te worden begraven onder een berg opgeworpen aarde,
Vooral 's nachts is de spanning te snijden. Dan vreet de angst bij iedereen aan de wil om te overleven. We moesten vanavond onze kapotjas afgeven en kregen in ruil hiervoor allemaal een deken, 2 blikken vlees, beschuiten, koffie, een gasmasker, 120 kogels, 6 granaten en net drank genoeg om ons de nodige moed in te drinken. Er werd ons ook gevraagd om naar huis te schrijven, nu het nog kon. Al zeiden ze dat laatste er natuurlijk niet bij. We zijn intussen half oktober en er is de voorbije weken heel veel gebeurd. Maar ik krijg nu pas eventjes wat rust en de tijd om weer wat te schrijven. We zitten nu in het bos van Houtholst. De felle gevechten en schermutselingen van de voorbije dagen zijn wel slopend. We zijn allemaal dood op. Sommigen vallen letterlijk om van de slaap. Niet meer dan mieren zijn we. Mieren die hun gang onderhouden en herstellen. Droog proberen te houden. Vlonders leggen. Zeildoeken spannen. Hun dode makkers oppervlakkig begraven. Of dat toch proberen te doen. Want bij elke nieuwe stortbui spoelt de regen alles weer bloot. Trieste dag. Vandaag zijn we bij de bevrijding van Kortemark alweer te veel makker gesneuveld. Waaronder mijn kunstenbroeder Karel Lauwers. Ewout, mijn goede vriend, is razend op de hoge pieven. Deze oorlog had al veel langer gedaan kunnen zijn. Op een vredevolle manier bovendien. Niet zoals nu, met de vele zinloze doden. Morgen trekken we naar Toerout. Vandaar gaan we richting Tielt, Deinze, Zulte en Kruishouten. Naar verluid zouden de Amerikanen ons nu snel komen helpen. Met wat geluk is deze rotoorlog over enkele weken echt voorbij en kom ik naar huis. Dan maak ik konijn met pruimen voor jou. Wat verlang ik om je in mijn armen te nemen en samen ons liedje te zingen.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd merkte Jozef op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijngeschenken. Toen zei Jezus: wat ge daar ziet, er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere zal gelaten worden. Alles zal worden verwoest. Ze vroegen hem nu: meester, wanneer zal dat gebeuren? Maar hij zei: wees op uw hoede dat gij niet in dwaling wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en ze zullen zeggen: ik ben het, en het ogenblik is nabij. Loop hen niet achterna. En wanneer ge hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dit alles moet wel gebeuren, maar het einde volgt niet terstond. Toen sprak hij tot hen: er zal strijd zijn van volk tegen volk, van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn, een hongersnood en pest, nu hier dan daar. Schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog voor dit alles geschiet, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen. Ze zullen u overleveren aan synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren, omwille van mijn naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Dan nu brengt het u in dat gij dan voor uw verdediging u niet moet voorbereiden. Want ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Gij zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn van allen omwille van mijn naam. Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn, zult gij uw leven winnen. Woord van de Heer. De bigro's in de kerk van Vlaanderen zijn allemaal voorzien op kleine stoortjes. Hier bij Gert en mij. Zusters en broers, mijn moeder die heeft me vaak verteld dat bij de rijkste boer van haar dorp het maar twee keren per jaar een grote was was. De meiden en de knechten die spannen dan extra wasdraad in de hele boomgaarten dan vol met linnen, kleren en ondergoed. En daar ging het om, want die mensen die waren niet bijzonder lui of onhygiënisch, die wilden vooral tonen dat ze genoeg kleren, ondergoed en beddengoed hadden om niet verplicht te zijn zoals de andere mensen om elke week de was te doen. En zo had en heeft iedereen zijn eigen, soms potsierlijke manier om anderen te overtroeven. Om te zeggen, ik ben eigenlijk meer en belangrijker dan jij. En dat zit bij de een wat meer dan bij de andere, maar dat zit bijna in iedere mens. Die neiging om zich te vergelijken met anderen en die anderen te zien als concurrenten. Eigenlijk gaat het om macht. Vaak denk je dat alle miserie voorkomt uit geldzucht, maar geld is dat ook niet gewoon, vaak. Een middel om meer macht te hebben. Alleszins wijst het eerste Bijbelverhaal over Adam en Eva in die richting. De oerzonde die zij volgens het verhaal begingen, het bijten in de appel, dat wordt in de volksverbeelding meestal iets wat benepen gelinkt aan seksualiteit. Als ze spreken van, ze heeft in een appel gebeten, dan bedoelen ze dat. Maar dat was voor niks nodig, want seks hadden ze al. Ze hadden in het paradijs later alles wat hun hartje verlangde. Dus was er maar één ding dat hen ontbrak. Dezelfde macht hebben als God. En daarom deden ze in de appel. Daar ging het om. En het directe gevolg van dat streven naar macht lees je al op de volgende bladzijde. Kain die zijn broer de schedel inslaat.
Waar God liefde mag zijn, bewerkt Hij dat mensen broeders worden en zusters. En beseffen wij dat wij elkaar nodig hebben om levensvervulling en geluk te vinden. Dat besef alleen, dat besef dat eenzaam genot en bezit alleen geen enkele waarde geeft aan ons leven. Dat alleen liefde, warmte en gelegenheid mensen echt doet leven. Dat waar mensen er zijn voor elkaar kansen geven, waar dat verdrongen wordt, waar worden mensen zo goed als automatisch concurrenten en vijanden. Wij zijn geen lievertjes van nature. In ons zitten naast verheven strevingen die ons boven onszelf doen uitstijgen, ook krachten die ons neerhalen en ons kunnen verleiden tot weerzinwekkende daden. Laten we nu misschien even de stap zetten naar het domein van macht en het streven naar de uitstek, naar de politiek. Als er één domein is waar het streven naar macht soms hallucinante vormen aanneemt, dan is dat de politiek, daar waar beslist wordt hoe de samenleving eruit moet zien en wie daarover beslist. Omdat bijna ieder van ons nooit iets anders gekend heeft dan democratische staatsvorm, denken wij automatisch dat democratie het normale is en dictatuur een afwijking van het normale, een uitzondering. Dat is helemaal niet waar. Vanaf de dageraad van de mensheid zijn tirannie en dictatuur en autoritaire onderdrukking het normale, het gewone. Democratie is een zeer recent verschijnsel in onze geschiedenis. Bij het Atheense probeersel op de Magna Carta en zelfs het protestantisme ging het om aristocratische en rijke burgers die een stuk macht van de vorst naar zich toe trokken. Maar het echte volk bleef al die tijd, al die eeuwen, al die duizenden, al die tienduizenden jaren, bleef op zijn woord. Pas met de Franse Revolutie werd, na heftige darenzweep overigens, de democratie geboren. Maar die democratie is altijd in gevaar gebleven, ook vandaag. Het aantal landen dat democratisch bestuurd wordt, neemt al decennia lang af. En binnen de landen die democratisch bleven, nemen steeds minder mensen deel aan de verkiezingen. Wat toch op een serieuze crisis wijst. Wij moeten echt weten wat wij willen. In een democratie kan één partij aan de macht zijn die niet de uwe is. Maar goed, wordt dat wel in het gareel gehouden door de instituties en door de anderen. Maar in een dictatuur ben je nooit zeker dat je niet op een nacht van je bed gelicht wordt, gefolterd wordt en verdwijnt. Als je nu die retoriek van Oost-Europa hoort over het heilige vaderland, op het recht op gebiedsuitbreiding, dan denk je toch, mijn hemel, hoe is dat mogelijk in 2022? Hoe worden die mensen toch voor de gek gehouden? Hoe worden ze toch dom gehouden? Wij zijn niet goed bezig. Overal in de wereld zie je hoe democratisch gekozen individuen kunnen worden. Dat is anders dan vroeger, toen er revoluties kwamen of machtsgrijpen van kolonels in bananenrepublieken. Maar tegenwoordig zie je hoe democratisch gekozen mensen, eens dat ze aan de macht zijn, beginnen dictaturen in te voeren. Het zou ons alert moeten maken om bij al het middelmatige economie dat bijna noodzakelijk ligt in de democratie, toch elke verzuchting naar een sterke man in de kiem te smoren. Geen enkele mens in heel de wereld verdient een dictatuur. Politiek gezien is democratie ons kostbaarste bezit. Moet het kost wat kost beschermd worden. Het alternatief is terugvallen in de barbarij. Mag ik nu het woord geven aan onze burgemeester, Peter Lekwens.
militaire provinciecommandant, geachte hoofdcommissaris, geachte heer minister, collega van de gemeenteraad, leden van de kindergemeenteraad en bijzondere waardefamilieleden van oorlogsslachtoffers en dus inwoners. Op 11 november, wapenstilstandsdag, herdenken we met gelukkig herdenkt traditioneel onze oorlogsslachtoffers. Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog 104 jaar geleden en in het bijzonder het einde van de Tweede Wereldoorlog intussen ook al 77 jaar geleden. We herdenken vandaag alle oorlogsslachtoffers van ons jonge burgers, gedeporteerde, verzetstrijders tot soldaten die vochten voor de vrijheden die wij vandaag moeten kennen. Om deze donkere bladzijde met onze geschiedenis te laten verder leven met de toekomstige generaties, breng ik in deze herdenkingsreden elk jaar enkele oorlogsverhalen over gebeurtenissen en families in onze dorpen. Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. Vanaf 14 en 15 mei begonnen heel wat landgenoten, ook hier in onze streek, in ons dorp, te panikeren en de exodus in volle was massaal en spontaan. Zowat de helft van de Belgische bevolking sloeg op de vlucht vanwege de brutaliteit en de agressie van de bombardementen en de gevechten, maar ook uit angst voor de herhaling van de vreedheden van de Eerste Wereldoorlog, toen er tijdens die eerste oorlogsjaren heel wat slachtoffers stierven. Alleen al in onze dorpen werden er op 18 en 19 augustus 1914 in totaal 43 soldaten en burgers gedood, 44 huizen in brand gestoken en 126 huizen geplunderd. De angst voor een herhaling van de gruwel uit Wereldoorlog 1 was ook bij veel inwoners in onze dorpen bij het begin van Wereldoorlog 2 dan ook zeer groot. Sommigen vluchten maar enkele kilometers van huis, een kleine 15.000 Belgen vluchten naar Engeland, maar de overgrote meerderheid trok naar Frankrijk. De chaos van deze eerste oorlogsdagen in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de grootste volksverhuizing die ons land ooit kende. Verleden jaar bracht ik in mijn herdenkingsreden het totaal voor mij onbekende verhaal van René Reetmans, de broer van mijn grootvader die samen met zijn schoonbroer omkwam op 15 mei 1940. Zij waren twee van de 6.500 burgerslachtoffers die tijdens de eerste 18 dagen van de oorlog in ons land opkwamen. Maar het afgelopen jaar ontdekte ik door dit verhaal dieper te onderzoeken dat dit gebeurde toen een deel van de inwoners van Bunsbeek, maar ook mijn familie, tijdens de eerste oorlogsdagen van het Bunsbeek op de vlucht sloegen richting Frankrijk, dat toen nog als een veilig land werd beschouwd. Velen kwamen eerst de vlucht per trein, maar doordat de spoorlijnen voortdurend gebombardeerd werden, namen vele anderen de vlucht met de auto, de fiets, vrachtwagen of de meest ongewone voertuigen die compleet overladen werden. De 31-jarige Molenaarszoon, René Reetmans, zijn 24-jarige vrouw Marcella Aljoen, hun zoontje Romain, zijn 33-jarige zus Hortense Reetmans en haar dochtertje Annie en zijn 27-jarige schoonbroer Jozef Aljoen stapten op woensdag 15 mei 1940 op een kamion in de watermolen in Bunsbeek en vertrokken richting Frankrijk. In de Papyrus Volksstraat bedacht Hortense Reetmans zich en stapte ze met haar fiets en dochtertje van de vrachtwagen en koos ervoor om in Bunsbeek te blijven. In Wanbeek, een deelgemeente van Ternat, kwam een kamion terecht in een file van vluchtende landgenoten die zwaar onder vuur werd genomen door gevlechtsvliegtuigen van de Duitse Luftwaffe, waardoor iedereen van de vrachtwagen sprong om zich te verschuilen in een beek langs de weg. René Reetmans en zijn schoonbroer Jozef Aljoen sprongen langs de linkerzijde van de kamion en werden in de beek dodelijk getroffen door Duitse bombardementen en beschietingen. Zijn vrouw Marcella, Aljoen en haar zoontje sprongen langs de rechterzijde en schuilden in de beek aan de andere kant van de weg, waardoor zij de Duitse luchtaanval overleefden. René Reetmans uit Bunsbeek was 31 jaar, nog niet lang gehuwd met Marcella en vader van een zoontje Romain, die amper enkele maanden oud was toen hij woensdag 15 mei 1940 stierf in Wanbeek, enkel omdat hij zich aan de verkeerde kant van de weg ging verschuilen tegen de Duitse oorlogsagressie, samen met zijn 27-jarige schoonbroer. Pas op 5 augustus 1940, op bijna 3 maanden na hun overlijden, konden de families Reetmans en Aljoen hun twee zonen begraven. Net zoals in mijn familie vielen er ook niet heel wat andere families slachtoffers
tijdens het oorlogsjaar. Want de grote meerderheid van de tientallen miljoenen oorlogsslachtoffers waren vooral burgers. En het waren vooral onschuldige mensen die in de verste verte nog maar iets met de oorlog te maken hadden, maar er toch hun leven bij inschoten, omdat ze enkel op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. De acht aanwezigen na de capitulatie op 28 mei 1940 begonnen de jaren van de bezetting van ons land door de Duitsers. Maar elke bevolking van een land dat totaal bezet wordt door een vijand, gaat het automatisch patriotistisch verzet aan. Daardoor werden er ook heel wat inwoners van onze dorpen, verzetstrijders die actief waren bij het geheim leger, de Witte Brigade, de gewapende partizanen en de NKB. Zo bracht de heemkundige kring in een jaarboek 2 jaar geleden het oorlogsverhaal van de gewapende weerstander Felix Poleunis en zijn vrouw, burgerweerstander Irma Quinte uit Bunsbeek. Als kleine jongen kwam ik vaak op bezoek bij hen, doordat ze bevriend waren met mijn grootmoeder. Ik herinner me nog regelmatig dat ze het hadden over het leven in Bunsbeek tijdens het oorlogsjaar. In 1942 lieten ze mij thuis in het langveld in Bunsbeek in totaal 13 Russen onderduiken. Zij namen hiermee enorm veel risico's om anderen te helpen. Maar vanaf 1943 moesten we veel voorzichtiger worden, nadat 3 jonge mannen uit Gladbeek samen met 2 Russen die bij hen verbleven werden opgepakt. Deze 3 jonge mannen waren Jozef de Ruiter, René Laarmans en Jos Lambrechts uit Gladbeek, die deel uitmaakten van een groep gewapende weerstanders van de NKB. De verzetsactiviteiten bestonden vooral in 's nachts in gemeentehuizen in te breken om er zekerheids- en bevolkingsregisters te stelen. Voedingsmiddelen waren immers gerantsoeneerd. Je komt enkel met deze zegeltjes aan voeding en levensmiddelen geraken. De gestolen zegeltjes waren bestemd voor de familie van leden van het verzet en ondergedoken. En de bevolkingsregisters werden echter meegenomen om de Duitsers te beletten namen te vinden van jonge mannen die verplicht konden worden in Duitsland te gaan werken. Maar ook 's nachts stonden zij er vaak op uit om de velden met koolzaad te verdienen. De Duitsers verplichten de landbouwers in de planten omdat ze dit koolzaad gebruikten om er brandstof voor te maken voor hun legervoertuigen. Toen ze opgepakt werden voor hun daden, kregen ze aanvankelijk een veroordeling van 3 maanden, maar de Duitsers brachten hen na hun veroordeling over naar de gevangenis van Sint-Gilles, waar de Oberveldcommandant in Brussel op 4 oktober 1943 genadeloos de hoogste straf uitsprak, de doodstraf. Op 19 oktober 1943 werd het vonnis voltrokken om 7:30 werden ze alle 3 op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek gefusilleerd. Dit verhaal van deze 3 mannen, de jongste was net nog geen 20 en de oudste was 33, is vooral zo aangrijpend omdat ze werden gedood zonder een ernstige reden. Zelfs in de oorlogstijd was hun dood brutaal en onaanvaardbaar. Ook veldwachter Louis de Geest en Calixt van de Velden waren actief in dezelfde verzetsgroep in ons dorp en ook zij werden verraden en opgepakt maar konden ontsnappen. Later werd Louis alsnog opgepakt en was hij tot de bevrijding op 6 september 1944 een politieke gevangen. Als jonge veldwachter in 1943 kon Louis heel wat oproepingsbrieven van de Duitse Oberveldkommandantur in Brussel onderscheppen en zo inwoners laten ontsnappen aan de werkplicht in Duitsland. Maar daarnaast was hij ook 's nachts actief met verzetsdaden, zoals het vernietigen van koolzaad, de sluikpers in Bunsbeek en watertransporten van het verzet langs de route van de Zwarte Tram via Capelle naar Meissen-Kiezingen. En in het zicht van de nagende bevrijding werd op zondag 30 juli 1944 in buurgemeente Meissen de pro-Duitse Gaston Merks door 3 leden van de weerstandsgroep gewapende partizanen doodgeschoten terwijl onderweg was naar de kermis in onze deelgemeente Atteren. Zijn moeder zoekt wraak en eist 100 gijzelaars voor de dood van haar zoon. Tijdens deze 2 vergeldingsrazia's op 1 en 11 augustus 1944 in Meissen-Kiezingen werden 4 mensen ter plekke vermoord en 63 van hen stierven in concentratiekamp. Ook 2 gewone burgers uit Atteren waren die bewuste dag op het verkeerde moment eerder plaats toen ze werden opgepakt tijdens Duitse represailles in Meissen-Kiezingen. En beide stierven in concentratiekampen. August van Hermond in Zwezingen en Justin Boller in Wolfenbüttel. Enkele dagen later werd ook August van den Berg uit Atteren opgepakt,
en naar een concentratiekamp gebracht. Hij stierf in Elwig. En onlangs ontdekten we dat nog een inwoner van ons dorp op dezelfde dag van de tweede razzia in Meesel-Kiesegem werd opgepakt. Jonkheer Emmanuel de Lescaille de Lier werd op het kasteel van Attenrode op 11 augustus 1944 opgepakt door de Duitse Gestapo en gedeporteerd naar Schkotau in Westfalen-Duitsland en moest het lange tijd verrichten. Hij overleefde de oorlog en werd door de geallieerden bevrijd op 14 april 1945. En twee maanden geleden, op woensdag 7 september, nam in de kerk van Attenrode afscheid van de bijna 100-jarige kasteelheer van Attenrode, die de allerlaatste verzetstrijder uit ons dorp was. Op 20-jarige leeftijd werd hij in september 1943 actief bij het geheim verzet, waar hij staak had met het zoeken van parachutistenvlakjes, munitiedepots, wapens, bestelwagens in onze streek. En ook het dorpsgenoot Albert Tweepennings maakte tijdens de oorlogsjaren als weerstander deel uit van de Nationale Koninklijke Beweging. Albert was bij het uitbreken van Wereldoorlog II maar pas 18 jaar en leefde tijdens de oorlogsjaren lang ondergedoken. Maar uit vaderlandsliefde riskeerde ook hij als jonge weerstander zijn eigen leven om de levensomstandigheden van andere dorpsgenoten te helpen verbeteren. Begin dit jaar, op donderdag 13 januari, mocht ik als burgemeester van het Schepencollege de 100-jarige Albert Tweepennings nog in ons woonzorgcentrum huldigen. Enkele weken later overleed hij. Ook hij was dit jaar de voorlaatste weerstander uit ons dorp tijdens Wereldoorlog II. Maar ook een van mijn voorgangers, burgemeester Evarist Alter uit Capelle, hielp in 1942 een Engelse soldaat ontsnappen. Sergeant Robert Bob Frost nam als 19-jarige deel aan zijn 22e operatie als staartschutter van de Britse bommenwerper Wellington van het 150e squadron en kwam in de nacht van 16 op 17 september 1942 met zijn parachute neer in onze deelgemeente Capelle. Zijn vliegtuig werd neergeschoten en de piloot gaf bovendien zijn bemanning het bevel om te springen. Sergeant Frost landde met zijn parachute in Capelle op de steenweg 10e Dist. De andere bemanningsleden kwamen onder andere in Boksbergen en Dist terecht en het vliegtuig crashte in de buurt van Dist. Nadat Frost zijn parachute begraven had, belde hij aan bij een woning op de steenweg en zo kwam hij terecht bij burgemeester Anter van Capelle. Van de burgemeester kreeg hij burgerkleding en een fiets en begon hij met een ontsnappingsvlucht via Brussel en Parijs over de Pyreneeën naar Spanje. Frost keerde na de oorlog meermaals terug naar ons land en de fiets en burgerkleding die hij van de burgemeester van Capelle kreeg, staan nog altijd tentoongesteld in een oorlogsmuseum in Londen. Maar minder geluk hadden twee families in buurgemeente Meesel-Kiesegem die de Canadese piloot majoor Teddy Bletsingpot hielpen onderduiken. Want een van de meest risicovolle activiteiten voor burgers en verzetstrijders was onderdak verlenen aan geallieerde piloten en soldaten. Want hierop stond onvermijdelijk de doodstraf of deportatie naar een concentratiekamp. Ook de Canadese piloot Teddy Bletsingpot, zijn vliegtuig crashte in de nacht van 27 op 28 april 1944 nabij Dist. Tijdens de vergeldingsratie als Meesel-Kiesegem werd hij door de Duitsers opgepakt en weggevoerd naar Duitsland. Hij overleed eind januari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Velsen. Kapitein-commandant Vlieger Peter Seelis, die de auteur is van het boek over piloot Bletsingpot, zal hier na de herdenkingsviering tijdens de lezing dieper op ingaan. Dames en heren, elk dorp, hoe klein het ook is, kreeg zijn portie oorlogsleed tijdens de beide wereldoorlogen te verwerken. Heel wat families ruilen vandaag vaak nog steeds op een familielid dat ze verloren. Bij de oude generatie die het nog meemaakte, werden de diepe wonden vaak enkel in grote stilte verwerkt, omdat er over praten te veel pijn deed. Maar wij als huidige generatie die de oorlogen niet meemaakten, hebben namelijk als taak er net wel veel over te praten. Niet alleen om hiermee helpen de pijn weg te nemen bij onze grootouders en overgrootouders die het meemaakten, maar vooral om onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de pijn van een oorlog te besparen. Want oorlog zou vandaag enkel nog mogen thuis horen in een museum. Daarom organiseren we op vrijdag 4 november een daguitstap naar onze Lancaster, november 775, in het Oorlogsmuseum in het Nederlandse Overloop. In oktober 2021 werd in dit oorlogsmuseum namelijk een nieuw paviljoen geopend
met het wrak van de Britse legermeester van het 514e RAF Bomber Commandoskadron, die op 5 maart 1945 om 15 uur in een weiland in de Palmenstraat in deelgemeente Bunsbeek crashte. Tijdens Wereldoorlog 2 waren er liefst 5 vliegtuigcrashes in onze gemeente, maar het verhaal van de Lancaster november 775 was jarenlang voor de families van de slachtoffers één met vele vraagtekens. Daarom namen we in 2016 het initiatief om de resterende lichamen van 3 van de 7 bemanningsleden en het vliegtuigwrak na 71 jaar te bergen en de families een antwoord te kunnen geven op hun jarenlange onbeantwoorde vragen. Door in 2021 de restanten van de Lancaster in permanente bruikleen aan het Oorlogsmuseum in Overloon te geven, zorgen we als gemeente voor dat het verhaal van de 7 bemanningsleden van de Lancaster nooit verloren zal gaan voor onze volgende generaties. Beste inwoners, laat ons daarom vandaag, op de symbolische dag van 11 november, lessen trekken uit ons verleden dat oorlog namelijk nooit een middel kan en mag zijn om conflicten op te lossen. Want het enorme leed dat het Oekraïnse volk momenteel moet ondergaan, zou vandaag geen enkel volk meer dienen te moeten ondergaan. De opvang van meerdere ontheemde gezinnen uit Oekraïne in ons dorp toont 77 jaar na het einde van de Laatste Wereldoorlog aan dat ons dorp vandaag nog steeds een warm dorp is dat mensen helpt. En in een warm dorp heb je namelijk niet alleen op 11 november aandacht voor al onze inwoners die omkwamen tijdens beide wereldoorlogen. Want hier kan het land namelijk veel leren van onder meer de Britten en Amerikanen die al jaren met veel meer traditie omgaan met het oorlogsverleden. Al veel te lang hebben meerdere overheden in ons land, waaronder ook heel wat gemeentebesturen, namelijk te weinig aandacht voor oorlogsslachtoffers. Ik ben daarom uitermate fier dat Gladbeek een van de eerste gemeenten is die in zijn kerkhofreglement de volledige bescherming zal verankeren van de graven van alle gesneuvelde soldaten, uitstrijders, verzetstrijders, politieke gevangenen en gedeporteerden naar de concentratiekampen. Want ook onze kerkhoven zijn er in het verleden spijtig genoeg meerdere van deze graven verloren gegaan omdat ze niet beschermd waren. En vandaag verdwijnen er steeds graven omdat sommige gemeenten er gewoonweg geen aandacht voor hebben. Voor mij als burgemeester is het gewoon onaanvaardbaar dat het graf van inwoners die hun leven hebben gelaten voor onze vrijheden in de toekomst nog zou kunnen verdwijnen. Maar ook het degelijk onderhoud van onze kerkhoven, gans het jaar door, is daarom in Gladbeek als hoogste vorm van respect absoluut prioriteit. Het is onze politieke, democratische en menselijke plicht dat we zorgen dat ook zij die naar ons komen, achterom kijken en lessen blijven trekken uit het verleden. Ons heden en onze geschiedenis moeten voor onze kinderen en kleinkinderen een waarschuwing zijn voor de gevolgen van totalitarisme, demagogie, haat, extremisme tot complete waanzin dat kan leiden tot oorlog. Daarom vinden we het uitermate belangrijk om ook de leden van onze kindergemeenteraad al op zeer jonge leeftijd in deze plechtigheden van Gladbeek herdenkt te betrekken. We hebben als lokale overheid de belangrijke taak om blijvend te investeren in herinneringseducatie en in kwalitatief onderwijs. Want vooral onderwijs is het doeltreffendste wapen tegen oorlog, zodat de enorme offers die onze voorouders voortbrachten voor onze vrijheden niet te vergeefs waren en nooit zullen vergeten. Thank you.
Goede God, op deze herdenkingsdag van rust en vrede vragen we u, zie uw mensen en uw wereld snakken naar vrede. Hoor uw gebed. God, wij bidden voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, dat ze niet vergeefs gestorven zijn. Soldaten en burgers, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen. Dat het offer van hun leven ons de ogen opent en ons doet bidden om nooit meer te worden. Altijd vrede. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. God, wij bidden voor alle inwoners van onze gemeente die ten onder gingen in het geweld van zoveel oorlogen. Voor de slachtoffers van de barbarij van de concentratiekampen. Dat wat hun overkomen is ons wakker en attent maakt voor de rechtvaardige vrede en de verdraagzame solidariteit. Laten wij bidden. Wij bidden u. God, wij bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving van vandaag. In de politiek, in godsdiensten en kerken, vakbonden en organisaties. Dat ze ons voorgaan op wegen van gerechtigheid en vrede. Dat ze moedig zijn om in dialoog te blijven met andere overtuigingen. Laten wij bidden. Wij bidden u verhoorlijk, Heer. God, wij bidden voor de jonge generaties van vandaag. Vooral voor hen die hun toevlucht nemen tot geweld en vandalisme. Dat zij niet ten onder gaan in zinloosheid, maar toekomst en levenskansen krijgen. En zo mede verantwoordelijk willen zijn voor de tijd die komt. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoorlijk. God, wij bidden tenslotte voor alle mensen die ten onder gaan in de brandhaarden en het geweld van vandaag. In Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Afrika en Azië. Voor vluchtelingen en ontheemden, hongerlijders en weeskinderen. Dat ze een toekomst krijgen en een leven mogen staan. Laten we bidden. Wij bidden u, God. God, gij zijt een God van levende. Bij u valt niemand in het niets. Uw liefde en uw nooit aflatende zorg, laat onze schoonheid van het leven zien, voorbij de grens van oorlog en geweld. Aan uw belofte van een wereld in vrede houden wij het vast, vandaag en alle dagen van ons leven. Dit zussen en broers dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer ons God. God, hier en nu, die ons adem geeft van leven. Gezegend zijt gij om dagen van morgen, toekomst die wij verwachten, zoals geschreven staat, gij roept mijn leven weg uit het graf, en als een arend herleeft mijn jeugd. Gezegend gij, die boven onze woorden uit, moeder, vader, bron van leven zijn. Gezegend om het licht dat gij geroepen hebt in de begin. Gezegend dat gij de chaos getemd hebt in deze aardige grondvest.
Gezegend gij dat er nog licht is, dat er nog nacht is en dag, dat nog het water stroomt, dat wij de sterren nog zien. Geef ons nog tijd uw meesterwerk te behoeden. Gezegend gij dat wij nog leven. Gezegend gij van wie geschreven staat dat gij gezien hebt uw mensen, uw kinderen. Gehoord hun schreeuwen om uitkomst. Hoor en zie de kinderen der mensen, allen, omwille van uw naam. Gezegend om uw woord dat in deze wereld is, in mensen die het bewaren en doen, goed tegen kwaad, liefde die stand houdt, vuur dat niet uitdooft. Gezegend gij om het woord vrede, dat nog bestaat in onze taal, in onze ziel, in deze wereld van overal oorlog. Gezegend om uw stad van vrede ons toegezegd, waar de dood niet meer zal zijn. Gezegend gij om de kennis en de volharding waarmee gevochten wordt tegen de dood, in ziekenhuizen, op onbekende plaatsen, door mensen die niemand kent dan gij alleen. Gezegend gij om de liefde waarmee stervende en ongeneeslijk zieken worden omringd. Gezegend gij om al het goede dat gedaan wordt. Gezegend gij om Jezus Christus, door wie we u, de bron van alle liefde en goedheid, leren kennen. Omwille van hem, goede Vader, die alles zelf heeft doorgemaakt wat wij ook kunnen doormaken. Omwille van hem, loven en aanbidden wij u. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde en heerlijkheid. Stort uw geest nu uit over deze avond. Breng hem hier aan ons mee. Op de avond voor zijn lijden en dood nam hij brood in zijn handen. Hij dankte u. Hij brak het en gaf het ons. Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Dit ben ik zelf. Gebroken voor u. Dit is mijn bloed, vergoten voor u. Doe voor elkaar wat ik gedaan heb voor u. Gezegend zijt gij om de eeuwen der eeuwen. Maak ons ontvankelijk voor verleden tijd, voor de schatten van menselijke kracht en inspiratie, voor overleveringen van hart en ziel en verstand, dat wij onze tradities niet verachten. Wij bidden u om bezinning, historisch besef, om geheugen en geweten. Kom met uw scheppingswoord, dat wij licht worden, warmte, adem, lichaam tegen overal kilte en vervreemding. Dat gij ons dragen zult op handen, dat wij nieuw leven ontvangen, vreugde genieten en vrede. Wij vragen het u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Door hem, met hem en in hem, in de naam van Jezus. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Dat wij nu bidden, zusters en broers, tot God onze Vader, met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, in de hemel ons rijk, uw naam van uw kerk, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden onze dagen het brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de begroeting, maar van ons onze aardkwaad. De vrede van de Heer zal verkennen. En als we zus en broers elkaar een teken van die vrede. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Gelukkig zijn wij, zussen en broers, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Giet Lam Gods, de brood op brood. Jezus Christus, in ons midden. Heer, de aarde.
Mensen gevraagd om de vrede te leren, waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan. Mensen gevraagd die wegen markeren waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin de straat op te gaan. Mensen gevraagd om de tekens te duiden, die alleen nog onmoedwillig en mister staan. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijs en met handen te breken, ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. Mensen gevraagd om hun stem te verheffen, verontrust door een wapen dat niemand ontziet. Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie niet op de ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd die de naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. Mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Dringend mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd. Goede God, in dit uur waar wij samen om te bidden voor de vrede in de wereld en om alle slachtoffers van beide wereldoorlogen te gedenken, wij vragen u, mogen deze viering ons de kracht geven om te werken aan verdraagzaamheid en aan een duurzame vrede in onze samenleving. Mogen ze ons de moed geven om uw boodschap van vrede uit te dragen naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze broer. Zusters en broers, nooit heeft een oorlog vrede gebracht. De vrede ontstaat daar waar de vrijheid van anderen onze vreugde is en waar hun leven en mijn leven ons leven wordt. Waar dit gebeurt, komt God aanwezig. Want dat is het wat Hij wil, ons waarachtig vrede geven. Mogen Hij ons zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga nu in de vrede, ik dacht dat het een fluit, maar het zijn. Ga nu in de vrede.